met dat kerststuk erop. Wat ik normaal aan de moestuin, aan de kooi had hangen. Dus ja, helemaal geweldig. En die is het gek doen. Lieve vrienden, ja, wij zijn moe, dus we gaan een bedje toe. Het is ook alweer reeds bijna 3:30. Ja, dat schrik ik foutje zelf. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag, ja, wat ik vanochtend vroeg al zei, zondag, Pinksterdag, ja hoor, eerste Adventzondag. Zei ik jullie vanochtend ook al, dus ja, welkom gewoon bij een nieuwe vlog, zeg ik maar weer even. Ja, ik ben er, ik was laat naar bed, want ik heb dus nog het een en ander voor jullie gedaan. En dat staat al online op YouTube. Ja, dat heb ik eerst allemaal even gedaan. En ja, nogmaals. Welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Wezenboel. De ene dame legt als een zeehond naast me. Waar de andere is, nou ja, die staat daar weer. Op de kachel en Gandalf loopt rond. Gandalf geef ik zo meteen even eten. En daarna ga ik met de meisjes even een blokje om. Het is 3:15. En ja, wat ik vanochtend ook al zei, de 28e van de 11e. En ik brand overdag geen kaars, want ik moet ook om mijn eigen denken met mijn longen. Ik kan er heel slecht tegen. Dus vanavond gaat er eentje aan. Ja, een echte, want daar hou ik van. Maar ik kan er wel heel slecht tegen. Dus ik moet uitkijken hoe ik het doe met mijn ademhaling. Maar dat komt allemaal goed. Ik heb het ervoor over. Ja. Dus het komt allemaal goed zoals ik al zei. En ik ga ervan genieten. Het is knap weer. Het is wel wat bewolkt, maar... Ach, kan de pret niet boeien. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. Gaan wij ook verder doen. En we doen het met een lach. Alle versiering is klaar. Ik laat het jullie straks buiten ook even zien. Maar daar wil ik wel mijn jas voor aan. Ik ga zo niet naar buiten. En dan laat ik jullie dat gewoon zien. En dan wil ik ook wel weten hoe jullie dat weer vinden. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Nou, we zijn weer thuis. Maar ik kom mijn belofte na. Ik zou dat buiten even laten zien hoe ik dat gedaan heb met die kerststukjes. Dus ja, dat komt helemaal goed. Dus ik draai jullie alvast om. Daar is de kerstboom. Nou, dan gaan we even naar buiten. Nou, hier ga ik het stuk op tafel. Wil jij naar buiten? Wil jij ook nog? Nou, wat willen we? Wat willen we? Kom dan, dan doe ik de deur dicht. Maar kijk eens maar. Zo. Nou, dat is wat ik op tafel heb gedaan. Zoals ik al had gezegd. Dat is hem omgekropt. Dat behoort zo. Ja, dat behoort zo. En dus ja, dat ziet er mooi uit, toch? Of niet dan? Maar ik heb de aardbeientoren uit die hoek weggesleept en hier naartoe gezet. En daar staat hij dan. Met dat kerststuk erop. Wat ik normaal aan de moestuin, aan de kooi had hangen. Dus ja, helemaal geweldig. En die is het gek doen. Die is het gek doen. Ben je gek aan doen? Is Rijka gek aan doen? Ja? Het is koud, hè? Want je zit gewoon te trillen. Ja. Ja. Het is koud, hè? Ja. Malle meid. Maar ik vind het wel mooi of jullie dan. Ook dacht ik wel, hopelijk, hè? Ja.
Dus ja, komt helemaal goed. Ik moet dat ook trouwens binnenhalen en op de kachel leggen, want anders blijft dat nat. Dus ja, dat dus. En wat moet jij? Wat moet jij? Nee, dan gaan we allebei naar buiten. Toedeliedoop. Die gaat in naar binnen. We gaan niet binnen stoeien. Binnen zijn we lief. Buiten kun je stoeien. En dat weet jij ook. Buiten kun je stoeien. Binnen zijn we lief. Hou je rustig. Ja? Oké? Okay? Ja? Ja, je weet het wel, hè? Ja. En ook jij weet het wel. Hé? Ja, ook jij weet het wel. Dus lief zijn. Nou, lieve vrienden. Ze zeggen, geniet ze. Lieve vrienden, ja, wij zijn moe, dus we gaan naar bedje toe. Het is ook alweer reeds bijna 3:30. Ja, daar schrik ik foutje zelf van. Maar ja, maakt niet uit. Rijken die zit op de bank en daar staat Elwin. Gaan we naar bedje toe? Elwin? Elwin? Hé. Hey. Gaan we naar bedje toe? Gaan we naar bedje toe? Ja? Ik ga eerst even een kruik voor mezelf klaarmaken. Ja, ik slaap met een kruik. Wegen bij. Voeten. Ja. Hé, Rijka? Rijka? Hé. Hopidopies. Ja, mijn hopidopies. Ik ben maar wat gek met ze. Ja, maar ik ga eventjes mijn kruik klaarmaken, dus... Wens jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ik mag hopen dat ze ooit eens mogen uitkomen. En graag gezond weer op. Doen staan. En dan kan je morgen er weer verder tegenaan gaan. Ja, ja. Morgen weer maandag, oftewel, dat is het al. Dus ja, dat dus. De 29ste november. Omdat, ja, nog een aantal weken te gaan en dan gaan we 2022 in. En wat er dat jaar gaat gebeuren. Ik ben bang niet veel goed. Maar dat merken we dan wel weer. Het is nog niet zover. En ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie morgen gaan doen. En ik hoop dat jullie met ons mee mogen genieten en gaan genieten en willen genieten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot aan de andere kant van de nacht.